Goedenavond, beste circusmaatjes. Ik ben circusdirecteur Van de Loo en medeopleider in het vak Evenwicht. Mijn naam is Hanne Gari. Ik ben specialist in oog-handcoördinatie. Ik ben Renige Lena en ben specialiste in acrobatie. We zijn hier vanavond samen om onze circusmaatjes te verrassen. Ze weten van niets, maar deze avond kunnen ze hun circusdiploma verdienen. Ze zijn nu aan het slapen, dus we gaan ze samen wakker maken. Kom maar mee. Hier zijn we dan. We gaan ze nu wakker maken. Kijk, muziek. Wakker worden, wakker worden. Ja. Vandaag is de dag dat jullie examen gaan doen voor een echte circusartiest te worden. Oké, de eerste drie mogen meekomen voor een aantal testen te doen. Kom maar. Dan gaan we. Ja. We gaan ze buiten doen. Kom maar direct mee. Oh nee, jongen. Het duurt al die pinten over. Oké, jongens, kom. We gaan nu naar de tonnen om daar te leren tonnen lopen. Ja, meneer de directeur. Kom aan. Hier zijn we dan, bij de ton. Moet ik even de pauze doen? Ja, naar u. Oké, jongens, dus hier is de ton. Jullie gaan nu ton lopen als deel van jullie evenwichtsexamen. Ik zal het nog eventjes voordoen, maar jullie mogen dat natuurlijk met begeleiding doen van mijn twee andere opleiders. Dus je gaat op de ton en je stapt een beetje vooruit. Heel rustig. Goed evenwicht houden. Je moet maar een meter kunnen stappen en dan mag je afspringen. Voilà. Helemaal in goede evenwicht. Oké, de eerste mag beginnen. Zet je maar op de ton. En heel rustig mee stappen. Rustig blijven. Nog een klein beetje, een halve meter. Ja, spring je maar rustig af. Voilà. Dat was nog één iemand. Ik kom niet weten. Mag je gewoon mee op de ton komen staan? Oké, maar een metertje lopen, heel rustig blijven. Bijna, je bent al om de helft. Oké, voilà, je bent er. En dan de laatste. Laten we het even. Ik ga echt de palen doen. Kom aan. Kom aan, wel Kom aan, de show dan. Meer fietsen. Heel rustig, even behouden. Muziek. Ja, nog een klein beetje, je bent al in de. En nu de voorraad afspringen. Kom aan. Ja, voilà. Oké, dit jaar hebben jullie alle drie al geslaagd. En applaus voor jezelf. Dan gaan we naar het volgende deel nu. Oké, jongens, de volgende opdracht is over deze balk wandelen. Jullie doen dit zonder hulp. En ik zal het voordoen. Dus zoals je ziet, moet je heel voorzichtig erop stappen. In evenwicht blijven. En als je op het einde bent. Dan mag je gewoon rustig afspringen. Dit moeten jullie kunnen zonder hulp. Dus. Begin maar. Oké, chef. Wacht even. Heel voorzichtig. Die even recht houden. Heel rustig lopen, heel rustig. Ja, je bent al in de helft. Kom op. Oké, spring je nu maar af. Voilà. De volgende mag dan beginnen. De grondtrofee. Bijna. Oké, de helft is al gehaald. Oeh, niet vallen. Oké, en spring er maar af. Oké, en dan de laatste. Hopelijk lukt het hem ook. Met gemak. Hij is echt de meest. Oké, voor jullie laatste opdracht van evenwicht moeten jullie nu met drie een piramide maken. De twee van beneden staan gewoon zo en houden de voeten van de andere omhoog. Gaat het lukken? Ja. Nee. Ja. Ja, kom. Ja. Wij zullen hier staan zelf voor jullie te beschermen. Oké, en nu omhoog houden. Helemaal uitstekend. Mooi. Oké, laat hem nu maar terug rustig lopen. Laat die ook mee vallen. Voilà. Jullie zijn al geslaagd voor het deel evenwicht. Heel goed gedaan. Nu gaan wij jullie ook handcoördinatie trainen. En we gaan dat doen door te jongleren met balletjes, op deze manier.
Jullie moeten dat allemaal 10 keer doen en dan zijn jullie geslaagd. Dus de eerste mag beginnen. Dat is wel een lamprecht, ik ga zo staan, dat is echt nog. En dat is hij dan. Ja, je ziet echt niet hoor. Wacht, je moet dat weer tegelijkertijd doen. 6, 7, nog 2 keer. Oké, de volgende. Ja, dat was een idee. Dat is toch zo? Wacht, je? Ik ben nog erger. Ik ga gewoon blijven verder. Kijk, ik zal ook uit, dat is door die lampen. 4, 5, goed bezig. 10. Oké, en de laatste. Nog 3 keer. Oké, perfect. Oké, nu moeten jullie met de balletjes in de emmer gooien. Jullie krijgen daarvoor 3 kansen en er moet dus 1 balletje in geraken. Jullie staan steeds achter de bal. Ik zal dat even doordoen. Dat is goed genoeg. De eerste mag beginnen. Dat is niet erg. Concentreren. Ja. Ja, jee. Oké, de volgende. Perfect. En dan de laatste. Oké. Als laatste opdracht voor oog-handcoördinatie gaan we de borstel minimum 5 seconden op onze vinger of handpalm laten balanceren. Ik zal dat even voordoen. 1, 2, 3, 4, 5. De eerste mag daar nu mee beginnen. Precies. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Volgende. 2, 3, 4, 5. Oké. En de laatste. 3, 4, 5. Dankjewel. Goed gedaan. Jullie zijn nu alle 3 geslaagd voor het vak voor handcoördinatie. Proficiat allemaal, jullie zijn reeds geslaagd voor de andere onderdelen. Welkom bij het laatste onderdeel, onderdeel acrobatie. We zijn hier in de turnzaal en we gaan beginnen met de eerste proef aan de rekstok. Jullie mogen mij volgen. Ik ga even doorvoeren wat de bedoeling is. Je gaat aan deze baren hangen. Op je tenen staan, even zwieren en je benen op 90 graden. Dus je duwt even voor, lang en op. Je moet het hier niet lang houden. Het is gewoon zodat we weten of jullie turnvaardig zijn. En de eerste keer. Tony, die gaat maar zitten in de zin. Ja, heel goed. Iets controleren. Oké, super. Ook voor niets.
We zijn niet aan het filmen, hoor. Zo. Dat lichtje is dat leuker, dat weet ik dan. Oh, oui. Ja? De laatste en ook beslissende oefening is de watslag. We gaan dit op deze lijn doen, of toch proberen. Als jullie een beetje afwijken hiervan, is het niet zo erg. Doe het even voor. Zet een grote stap naar voren. Ga je handen plaatsen en probeer hem dus te landen op de rechte lijn. Oké, als eerste heb ik jullie allemaal een dikke proficiat wensen, met behalve van jullie diploma. Hier heb je ze. Alsjeblieft. Jullie zijn met vlag en wimpel geslaagd. Applaus voor jezelf.